Ik heb natuurlijk examenperiode, wat dus inhoudt dat ik elke dag om 12 uur thuis ben en dan normaal zou moeten beginnen studeren. Jammer genoeg gebeurt dat niet en doe ik nooit één fuck. Ik begin dingen te doen die ik normaal nooit zou doen. Ik neem voorwerpen van op mijn bureau, doe er allemaal gekke dingen mee en verspil mijn tijd op de meest gruwelijke, idiote manieren. Normale kinderen zouden de tijd nuttig gebruiken, ik niet, ik eet. Ik doe allemaal bullshit dingen. Maar natuurlijk moet er ook gestudeerd worden. Maar ik heb uitstelgedrag. En ik zeg gewoon elke keer, doe het later wel. Kijk, een examen is alles fucked up. Mijn slaapritme, mijn eetpatroon, alles. Ik heb veel te veel tijd. Ik weet niet hoe ik hem moet gebruiken. Ik heb nul structuur, nul planning. En ik verspil eigenlijk al mijn tijd. In plaats van om 12 uur 's middags thuis te komen en meteen te beginnen studeren. Waardoor ik om 6 uur 's avonds thuis ben. En dan gewoon nog een rustige avond kan hebben. Chill ik tot 6 uur 's avonds en begin ik dan pas te leren. Zodat ik toch een chille namiddag heb gehad. En het dan allemaal neuk. De meeste van die tijd verspil ik op de meest grandioze manieren. Maar natuurlijk zijn er altijd een paar manieren die er zo wat tussen uitvloepen waarvan je denkt, die deel ik graag bij jullie mee. Dus vandaag deel ik met jullie in een soort van kleine sketchvorm. De manieren hoe je het beste je tijd kan verspillen in de examens, op een vrije dag, als je ziek bent, slecht weer is, als je thuis bent, op zo'n dingen. Dus dames en heren, steek een duimpje omhoog, ik ben Aceit en ik zou zeggen, let's go! Allemaal wel kennen is de bekende toiletpauze uit de examens. Je neemt je telefoon mee, je moet eigenlijk helemaal niet naar het toilet en je gaat gewoon een half uur op het toilet gaan zitten met je telefoon en je doet eigenlijk geen fuck en de tijd vliegt voorbij en eigenlijk zit je daar echt gewoon niks te doen. Je moet niet eens naar het toilet. Je zit daar gewoon omdat het daar chill en rustig is. Versta mij niet verkeerd, maar dat is gewoon zo. Op het toilet verspil je 10.000 keer meer tijd dan op een andere plek. En als je nu gewoon eens echt gewoon naar het toilet zou gaan, de dingen van het toilet doen, en dat zou weggaan, ja, dan duurt het misschien wel 10 seconden, maar dit ding, dit gevaarlijke ding, neukt alles. Maar het is wel chill. Let's fucking go. Elke fucking maand heb je dan natuurlijk ook weer zo'n app die je helemaal kapot speelt. En op dit moment is dit een app van vrienden van mij. Enkele vrienden van mij hebben een app gemaakt en holy shit, het is fucking verslavend. Link hier in de beschrijving, download het zeker is. Daar doe je mij denk ik wel een plezier mee, omdat zij daar ook gelukkig zijn. Het is een fucking vette app, hij noemt Gondola Chase. Dit ding, ja, je ziet het wel, daar zo, yes, oké. Okay. Het is een superleuk spel, fucking verslavend, gratis, alles gratis, geen bullshit. Download het zeker is, zou ik cool vinden. Het is een hele leuke, simpele app. Het concept is heel simpel en het is heel verslavend. Je zit eigenlijk gewoon in een bootje, je vaart weg van andere bootjes. En het is fucking verslavend. Let's go! Fuck dit. Een app of iets op je telefoon, dat verpest ook al je tijd in die examens. Je zit zo klaar om te studeren, je bent helemaal geset up, je hebt je cursusblokken klaargelegd, je fluo-stiften, je pennen. En dan is het zo 2 uur. Zo precies 2 uur, je ging beginnen leren om 2 uur, alles verloopt volgens schema. En dan zie je daar je telefoon liggen. Je neemt die gewoon, zoals elke puber, je neemt die. En je denkt, ik ga nog eens Facebook, Twitter, Instagram, alles checken. En daarna ga ik beginnen leren. Je doet al die shit, en ineens is het 6 uur s'avonds. Ik weet niet hoe dat komt. Dat is gewoon een glitch in de wereld. Dat is gewoon een time hack. Nee. Wow. Er zit daar een dikke fucking glitch in. Als je daarmee begint in de examens. Het ineens 4 uur later is. Voel je alsof je 3 seconden aan het kijken was. I don't fucking get it, man. Die twee dingen zijn gevaarlijk. Oké, okay? Ja. Die heb je nog een beetje in de hand. De derde is volgens mij de allergevaarlijkste. En dat is een middag dutje doen. Je zit te leren en je denkt ineens. Ik heb gisteren eigenlijk niet zoveel geslapen. Dus ik ga nu gewoon een half uurtje een powernap nemen. Zodat ik er daarna weer tegenaan kan. Doe dat niet. Doe dat nooit. Je kruipt in je bed, zet je wekker, een half uurtje later, en dan gaat het gewoon zo. Fucking! Fucking! Six and a half hours later. Hoe aantrekkelijk het er ook uitziet, probeer een dutje altijd te skippen. Je lichaam is dan niet gewend van een dutje te doen en een half uur slapen, dat zit er voor niemand in. Een half uur, dat is niks. Misschien 5,
4 uur. En dan slaap je. En dan is heel je middag naar de kloten. En dan moet je leren in de nacht. En dan fuck je eigenlijk gewoon je ritme opnieuw op. Zoals mij. Elke dag. Nog zo'n te droge reden is als reden stoppen met leren. Om naar beneden te gaan. Eten te halen. En dan weer naar boven te gaan. Wat er eigenlijk gebeurt is veel simpeler. Je gaat naar beneden. Stopt eten in de microgolf. Haalt je eten eruit. Neemt je telefoon mee naar beneden. Je eet terwijl je op je telefoon zit. En ineens is het een uur later. Ga je weer naar boven. Heb je geen zin meer om te leren. En is je examen aan de kloten. En dan nog eentje die ik dit jaar expres niet doe. Omdat ik weet dat het sowieso fout gaat. Studeren met een vriend. Of een vriendin. Dat is gewoon al ten dode opgeschreven van het begin. Je komt daar binnen. Jullie zijn alle twee een beetje gemotiveerd om te beginnen leren. Je leert een uur. En dan vinden jullie wel iets wat leuker is dan leren. Als dat nu op de PlayStation speler is. Of gewoon fucking Instagram kutfoto's nemen. Studeren zit er niet in. Samen studeren. Onmogelijk. Dus. Welke conclusie kunnen we hieruit trekken? Conclusie 1. Neem je telefoon nooit mee naar het toilet. Conclusie 2. Zet je telefoon gewoon uit. Conclusie 3. Geen middagdutjes. Nummer 4. Als je eten haalt, doe dat niet. Zet gewoon eten klaar op je kamer. De kans is groot dat je kamer dan even groot en even fucking gefuckt uitziet als die van mij. En ja, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Dus dames en heren, vonden jullie dit een leuke video? Smash dan zeker even een duimpje omhoog in de beschrijving. Check Gondola Chase in de App Store, in de Google Store op Android. Superleuk spel. Wil het zeker is, laat weten wat jullie ervan vinden in de comments of op Twitter. I don't fucking care. Kan ik dan in doorgeven. Ik ben Aceit. En ik ga nu een beetje studeren voor de examens. Maar eerst ga ik nog een keer naar Twitter kijken. Adieu. Hello.